Hartelijk welkom, we mogen eindelijk weer. En dat heeft heel lang geduurd, want meer dan 2 jaar heeft corona min of meer roet in het eten gegooid. En, let wel, ze doen het nog steeds op de achtergrond. Maar vanavond gaan we voor jullie zingen. En lieve mensen, hoe gaaf is dat? Ik vind het natuurlijk heel leuk om iedereen persoonlijk welkom te heten. Maar ik maak een uitzondering voor 2 mensen die speciaal met naam en toenaam genoemd worden. In de eerste plaats natuurlijk mevrouw Gea Haan, de voormalige voorzitter van het koor Steenbok. En ik denk als super eregast, de oudste in ons gezelschap, de moeder van Lucian Vendering. Zoals gezegd, hartelijk welkom bij een concert van het koor Steenrewald. Afgewisseld met optredens van solisten Freek Beefding, Jaap Dirksen, Hans Sluiter, Mirjam Sluiter, Toos van Assel en ondergetekende. En muzikale begeleiders Marcel Westerink en Mette Westerink. En dat alles onder leiding van Lucian Vendering. Het concert werd geopend met de Nederlandse versie van Morning Has Broken, dat alweer meer dan 50 jaar geleden door Cat Stevens werd gezongen en een wereldhit werd. En dan gaan we heel snel over naar een wat triester onderwerp. Het is oorlog en nog wel oorlog in Europa. De volgende nummers die het koor tegenwoordig gaat brengen hebben op de een of andere manier daar iets mee te maken. Het volgende nummer wat zij gaan zingen, Da Pacem Domine, is voor al die mensen bedoeld die lijden onder oorlog. Meteen gevolgd door Tom Parker's bewerking van een klassiek componist Beethoven. En dat nummer heeft hij genoemd This World. Thank you.
in dit eerste blok van het programma is tevens ook het meest recente nummer. Het is in maart 2022 geschreven, naar aanleiding van de inval door Rusland in Oekraïne. Het is een compositie van de Engelse componist Rutter en hij heeft het genoemd Ukrainian Prayer, oftewel Oekraïns gebed. Thank you.
met de drie van onze solisten de grens over. En Hans is de eerste die hier een solo gaat zingen en neemt ons mee naar Schotland. En hij doet dat in de Nederlandse bewerking van de traditionele Schotse song The Bonny Bynes of Loch Lomond. Nu getiteld Tijden van Toen. Daar is Hans. Thank you.
Van veel recentere datum is het lied wat nu ten gehoor wordt gebracht. Dat komt namelijk uit de 30e jaren van de vorige eeuw. En het is de opera Porgy and Bess, geschreven door George Gershwin. En de meest bekende solo uit die opera, en dat wordt een aria genoemd, maar in de moderne muziek hebben we het over een solo. Dat is Summertime en die wordt vanavond gebracht. Doe het ook. Thank you.
Tijd om terug te keren naar het koor Steenderwald. De boeken van Tolkien, die spreken tot de verbeelding van velen. Uit The Lord of the Rings zingt Steenderwald May It Be, gevolgd door Celtic Prayer van Carl Jenkins, Stay With Me, een Mozart-bewerking van Tom Parker, en als laatste een uitstapje naar Israël met Hine Matov. Thank you.
Amen.
tijd voor een paar solisten na dit vuurwerk van het koor Steenbalk. Neil Diamond is een zanger en die heeft een repertoire wat bijna onuitputtelijk is. Dat vond Freek ook en hij koos voor het meeslepende If You Know What I Mean. Waarna Jaap teruggaat in de tijd naar de popmuziek van de jaren 60 en het nummer Sealed With A Kiss van Brian Hyland nieuw leven inblaast. Maar eerst Freek. Thank you.
say goodbye for the summer. Darling, I promise you this, I'll send you all my love. Ja, voor we doorgaan naar het volgende nummer, wil ik jullie aandacht nog even vestigen op die prachtige schilderijen die hier in de kerk aangebracht zijn. In de eerste plaats hier aan de voorkant, het donkerblauw met de sterrenhemel, een beetje à la Vincent van Gogh, en dat is een linkje naar het lied wat zo meteen komt, aangevuld met schilderijen van iemand anders, de blauwe doeken en een aantal andere doeken aan de zijkant. Zijn van Jan van Hal en de kunstenaar zit daar. Ik ga even. Zijn schilderijen zijn aangevuld met de werken van Toos van Asselt. Ja, dan hebben we zoals gezegd een linkje naar Vincent van Gogh. Het is alweer meer dan 50 jaar geleden dat Don McLean, de Amerikaanse singer-songwriter, zijn lied Vincent op de plaat zette. En dat werd ook een wereldwijde hit. Het is ook wel bekend geworden onder de eerste regel Starry, Starry Night. En in de jaren 80 heeft Martine Bijl een prachtige vertaling in het Nederlands gemaakt. En voor degene die dat vaker gehoord hebben, ik ben iemand die heel graag in het Nederlands zingt. Dus dat ga ik ook nu doen met het lied Vincent. Het gaat over de kwetsbare kant van een van onze grootste schilders, Vincent van Gogh. Een gevoelig mens met een onovertroffen oog voor kleur, maar ook heel gevoelig voor mentale problemen, die uiteindelijk resulteren in zijn dramatische zelfgekozen dood.
jij voor de eeuwigheid. De bron van je onsterfelijkheid. Maar niemand zag die rijke bron ontstaan. En ik zie je gaan. Schuilend in het feest van kleur. De waanzin loeren achter elke deur. Omdat het wonder nooit gebeurt. Dat ze je taal verstaan en dan. Vincent, begrijpen wie je bent. Avond op het land, eenzaamheid in blauw en grijs, maaien met een zware zeis, de laatste vonken van een heilig vuur. Hemel van azuur, die heel het Franse land omspant. Cypress die als een zwarte hand zich uitstrekt naar een smalle bleke maan. En ik zie je gaan, schuilen. In een feest van kleur, de waanzin loeren achter elke deur. Omdat het wonder nooit gebeurt, dat ze je taal verstaan en dan Vincent, begrijpen wie je bent, wat jij had te geven. Always look on the bright
dat u een leuke avond gevonden hebt. En nu is het tijd om een aantal mensen te bedanken voor hun medewerking. Maar eerst wil ik u het publiek bedanken die in zo'n grote taal aanwezig is. En ja, de moeite heeft genomen om naar ons te komen luisteren. Hartstikke fijn. Kijk eens wat u ervan vindt.
voor nu, ja, nog even gezellig nablijven en dan wel thuis.